coachje uit de Kolpingbuurt is momenteel een bekend gezicht voor veel Nijmegenaren. De sympathieke NEC-supporter zit in een nieuwe tv-serie van de NPO en kwam op een opvallende manier in aanraking met het productieteam. Nou, ik had toevallig in die periode had ik een hondje gekocht, een pup. En die was ik aan het leren voor in de tuin dat hij bleef en niet over het hek heen ging. Dus ik zat binnen en af en toe keek ik naar buiten of hij nog in de tuin zat. En ik denk, frek, wie staat daar dan voor de deur? Fonsje uit Nijmegen. Dus ik naar buiten en gelijk van heel amicaal, Fons, en had nog een maatje bij zich. En ja, toen kwam het verhaal op, mooi hondje en hup. En toen keek hij in het bordje en die zeesupporto hangen aan de muur. En ja, zo is het eigenlijk gekomen, door de hond eigenlijk. Volgens Loetje geeft de serie over het algemeen een juiste blik op de realiteit. Er wordt niet overdreven, maar dat doe je zelf. Je probeert soms toch een klein beetje op de taal, te letten. Hè. Waarom? Weet ik niet, maar dat doe je. Maar voor de rest, nee, zo ben ik gewoon. Ik bedoel, thuis ben ik zo, nou praat ik relaxed. Maar ik sta bekend als de blerot, de schreeuwot. En thuis, stadion, op werk, ja, gewoon mijn eigen ik. In elke winkel waar ik kom, herkennen ze me. Loetje, geweldig, mag ik op de foto? Binkie, die willen met mij op de foto voor de vriendin. Vriendinnen voor mijn Bink wie thuis zit. Oudere dames voor thuis, van ik heb hem ontmoet. Ik heb een brommetje met een Heinekenkist, daar ik bekend om. De heel Nijmegen toer ik. Onderweg, bij het stoplicht, in de auto. Maakt niet uit waar. Overal herkennen ze me. Ongekend. Dat had ik niet verwacht. Er staan nog een aantal afleveringen op de planning. Maar heeft Loetje zelf wel een idee van wat er vertoond gaat worden? Nou, ik weet het niet. Ik weet wat ze gefilmd hebben. Er zit een stukje waalkade bij. Ik heb nog de filmploeg op visite gehad, eigenlijk gekookt voor ze. Ja, er zijn heel veel dingetjes nog, maar voor mij is het ook een verrassing wat ze uitzenden. Dus ik...